Dit is Sporttribune. Cricket is populair onder de jeugd en dat merken ze in Voorburg ook. De Voorburgse cricketclub heeft met bijna 100 leden een van de grootste jeugdafdelingen van Nederland. Maar waarom gaan kinderen op cricket in plaats van bijvoorbeeld op voetbal, tennis of hockey? Omdat deze sport zo veel kanten heeft. Het heeft dus het fielden, dus het met de bal bezig zijn. Het heeft een element van slaan erin, het batten, gooien, vangen, alles eigenlijk. En het is een keer iets heel anders dan bijvoorbeeld hockey, voetbal, zoiets. Dus ja, omdat het zo anders is eigenlijk, vind ik het heel leuk. Ik ben uit de klas ben ik de enige die cricket, dus het is ook wel een soort van uniek en origineel. Dus ja, je doet eigenlijk van alles. Ja. Je slaat, je vangt, je gooit. En dat vind ik wel leuk. Cricket is van oudsher een zomersport. Toch probeert de Voorburgse cricketclub haar leden nu ook 's winters aan zich te binden. Van oudsher echt een zomersport. Het was typisch iets wat je ging doen als je klaar was met voetbal of hockeyen. Op 1 mei dan gingen de voetbalvelden dicht, de hockeyvelden dicht en dan kon je vervolgens gaan cricketen. Dat is een beetje het traditionele beeld. Maar dat schuift aan twee kanten. Aan de ene kant worden de voetbal- en de hockeyseizoenen natuurlijk steeds langer. Onder andere door het kunstgras kun je veel langer doorspelen. Maar wij ontdekken ook, van als wij jongetjes en meisjes in september wegsturen en hopen dat ze dan 1 mei weer terugkomen, ja, dat werkt ook niet. Dus wij moeten in de winter ook wat. Dus wij hebben competities in de zaal en we zijn heel druk aan het nadenken ook over een eigen indoor faciliteit die op dit terrein moet komen. Kinderen moeten het spel nog leren spelen. Veiligheid is hier dan een belangrijk aspect in. Het is allemaal veel laagdrempelig gemaakt. Bij de grote jongens en meisjes spelen we een harde bal met bescherming. Handschoenen, helm, leggards. Dat is bij de kleintjes niet. Die beginnen gewoon het speelste leren met een zachte bal, een tennisbal of een hele zachte foambal. En pas als je 11 bent begin je een keer met leggards en een harde bal te spelen. Dus daar groei je heel langzaam in. Annemijn, hoe lang denk je nog door te gaan met deze sport? Nou ja, voor altijd blijven cricketen zou wel mooi zijn natuurlijk. Totdat je niet meer kan lopen, denk ik, kan het nog.